Europa's grootste kerststal wordt dit jaar voor het eerst en laatst opgebouwd in Museumpark Orientalis, als onderdeel van het Feest van Licht. Eigenaren Roel den Dulk en Fred van der Zwet stallen al 20 jaar traditiegetrouw jaarlijks hun grootschalige kerststal uit. Eigenlijk best wel. Je bent er toch jarenlang de maanden november, december behoorlijk mee bezig geweest. En het doet je toch wel wat. Maar goed, we hopen een hele goede opvolger te vinden die het gebeuren kan overnemen van ons en voort kan zetten. We zijn ooit begonnen op 3 vierkante meter thuis en dat groeide uit op een gegeven moment tot 16 vierkante meter. Er kwam heel erg veel bezoek op af, media-aandacht. En toen zijn we uiteindelijk gevraagd voor door het Heilige Beeldenmuseum in Vorda. Daar zijn we op ingegaan om daar de boeren eens een keer te exposeren. En toen kregen we meteen 35 vierkante meter. En toen konden we losgaan. En vanaf dat moment is het eigenlijk een reizend gezelschap geworden. Dat dit de laatste keer is, is voor de mannen wel even wennen. De grote verzameling aan figuren zijn in de loop der jaren uitgebreid en afkomstig uit verschillende landen, van Duitsland tot Italië. 2 beeldjes in de herberg hebben wel een heel bijzondere herkomst. Veel hebben we gehaald in Barcelona, Spanje dus, Italië. Komen we graag. Napels is natuurlijk een stad, hè, van de kerststal en de kerststalbeeldjes. Voor de rest Duitsland. In Nederland heb je ook nog wel wat winkels waar je het een en ander kan kopen. En ook er komt veel van rommelmarkt af. Gewoon een lelijk, oud, versleten beeldje wat je dan helemaal opknapt en weer toonbaar maakt. We hebben ook beeldjes van onszelf laten maken. Wij zitten daar voor de herberg wat te drinken. De schilders in de middeleeuwen die beelden zichzelf ook altijd af op schilderijen. En we dachten, nou, dat willen wij eigenlijk ook. Dus vandaar dat we ons hebben laten scannen, 3D, en het beeldje hebben laten printen. Ongeveer 2 dagen hebben Roel en Fred nog nodig om de kerststal af te maken. Op 8 december is de officiële opening. Over het afbouwen denkt Fred nog liever even niet na. Altijd veel werk, denken we nu nog niet aan, maar het wordt allemaal keurig geselecteerd, alles wordt bewaard, mors wordt bewaard, zand wordt gezeefd, het wordt allemaal keurig in dozen geplaatst op rolcontainers per categorie en alles is weer heel makkelijk dan terug te vinden, maar het is een klus van een dag of 5.